De stichting Organisatie Hindustanse Media, OM, houdt in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid een gezondheidsbeurs in verband met de herdenking van 150 jaar Hindustanse immigratie. Tijdens een persconferentie van morgen gaf OM-bestuurslid Bhagwan Prasad Gangaram Pandey aan waarom er voor een gezondheidsbeurs is gekozen na de verschillende beurzen de afgelopen periode. Dus wij dachten, laten we die 150 jaar het ministerie benaderen om iets duurzaams te gaan doen, te beginnen bij voorlichting. We hebben ook aan de ambassade van India gevraagd, en in januari was ik daar, hebben gevraagd, kunt u wat dingen sharen met ons? Wat heeft u op het gebied? Want ze hebben heleboel nieuwe technologieën. Dus we dachten, laten we eerst met een plan beginnen als OHM. We doen een heleboel projecten, maar we hebben goed geluisterd. En de minister heeft gezegd, weet je wat, als je het met ons wilt doen, kom eerst kijken op vrijdagmiddag bij Ringmol. Dus ik ben, geloof een maandje terug gaan kijken. En in een paar uren tijd waren we onder de indruk van een mooi opgezette voorlichtingsmiddag. En toen hebben we gedacht, we gaan het goed doen. Minister Amara Madin zegt zich als ministerie gecommitteerd te hebben aan het stimuleren van gezondheidseducatie, preventie en voorlichting voor de burger. Volgens directeur Volksgezondheid Rakesh Gayadhar Sukul kan het ministerie altijd blijven zeggen voorkomen is beter dan genezen. Om dat te bereiken willen zij mensen motiveren hun status te kennen. We doen het niet omdat het moet, we doen het niet omdat het leuk is, omdat de mensen een uitje nodig hebben, maar we doen het meer in het kader van onze zorg, onze concern, onze zorg over de gezondheidstoestand van onze samenleving. Het is allen bekend dat de gezondheidszorg op dit moment enorm veel moeilijke tijden doormaakt. Die discussie is ongoing en continu op verschillende facetten binnen de zorg. Maar we kijken naar alle aspecten binnen de zorg. Noem je numbers. Gaat u vaker om uw bloeddruk te meten? Gaat u naar de dokter? De dokter die weet precies aan de hand van uw risicoprofiel wat u moet, hoe vaker die u moet roepen, hoe vaak er een laboratoriumonderzoek moet, gedaan moet worden om u eigenlijk te vissen uit de groep van niet wetende wat hun status is. De gezondheidsbeurs wordt niet alleen gehouden in verband met de herdenking van de Hindustaanse immigratie, maar ook om ervoor te zorgen dat elke beursbezoeker wordt geïnformeerd over de chronische en niet-chronische ziekten die in Suriname voorkomen. De beurs is van 1 tot en met 5 juni in de Anthony Nesty Sporthal.